Bij mij ziet het er heel lomp uit. Jij lijkt wel niet goed. Ja. Gewoon zo, zo. Oh ja, oké. Okay. Hi, wij zijn de Blond Tigers. Ik ben Vita. En ik ben Elise. Leuk dat je kijkt naar de allereerste video van de Holland's Next Top Model Special. Komende weken hebben wij allemaal modellen uit het huis hier op de bank. En wij gaan hun het hemd van hun prachtige lijf vragen. En vandaag trappen we af met Sanne. Je hebt net je eerste shoot gehad. Ja. Hoe was dat? Het was een shoot met Nigel Barker, dus dat was wel heel erg leuk. Wauw, dat lijkt me ook best wel een druk geven, omdat hij zo'n bekende naam is. Hij was wel heel erg chill. Ja? Dus ja, hij was ook heel erg lief, voor iedereen eigenlijk wel. Oh, dat is wel fijn. Waarom wil je eigenlijk model worden? De fashionwereld, de spotlights, de camera's. Ik denk dat iedereen het wel wil, catwalk. Ook meisje droomt daar denk ik wel van. Aangekleed worden, gemake-upt, alles. Nou, je doet natuurlijk nu mee aan dit programma. Heb je al superveel castings gedaan of gewerkt als model? Ik heb wel best wel veel shoots gedaan, maar verder niet heel veel castings. Nee. Dus dat is allemaal nieuw voor me? Dat is allemaal nieuw voor me. Want hoe denk je als je nu ook al die concurrentie om je heen zit, hoe denk je dat jij jezelf kan onderscheiden van al die andere meisjes? Ik bleef altijd lekker mezelf en ik ben super relaxed, geen gedoe, ik hou daar echt niet van. Ik voel het wel heel relaxed over in ieder geval. Ja. Inderdaad. En nu dit jaar doen er natuurlijk ook jongens aan mee, wat vind je daarvan? Ja, in het begin dacht ik echt, waarom doen er jongens mee? Ja? Want ik dacht echt, er komt alleen maar gedoe van. Maar uiteindelijk, ja, het is allemaal wel heel gezellig. Ik denk dat het ook beter is dat er jongens meedoen, omdat als je met 16 meiden in huis zou zitten, zou er alleen maar meiden venijn zijn. Ja, dat wordt echt catfight gewoon met alle meisjes. Maar dan ook een beetje romantische dingetjes. Niet dat ik weet. Nee? Ja, dat is ook wel heel pril nu, denk ik. Maar ja, wie weet kan het nog komen inderdaad. Wie weet. Je moet natuurlijk dealen met juryleden, maar vandaag spelen Vita en ik ook even voor de jury. De komende weken gaan we ook even alle Instagram-accounts checken van de modellen. Ja, ja. Dus laten we beginnen met die van jou. Oké. Laat maar eens even zien. Yes. En ben je actief op Instagram? Ja. Post je elke dag? Ik zie het. Niet elke dag. Maar wel vaak. Ja, wel veel. Oh, dit is wel een hele mooie sexy foto. Wauw. En was dit een professionele shoot of was dit meer op vakantie? Nee. Tuurlijk niet. Ja, dat zou kunnen. Oh, je hebt al best wel veel volgers. Al bijna 3000. Ik vind het wel belangrijk dat ik op Instagram mijn modellenfoto's laat zien, maar ook mezelf. Ik ben bijvoorbeeld naar Afrika geweest, dus dat is ook leuk om te laten zien. En dan maak je het een beetje je eigen. Maar merk je wel dat dan modellenfoto's de meeste likes krijgen? Niet per se. Nee? Nee? Welke foto heeft het best gedaan, denk je? Deze heeft het wel goed gedaan. Oh, wauw. Oh ja, wauw. Dat is gewoon een selfie die je even in je kamer volgens mij hebt gemaakt. En deze heeft het ook goed gedaan. Oh ook ja, ook heel mooi. En toch de selfies, hè jongens? Ja, de selfies. Die selfies die werken gewoon. Ja. En hoe maak je nou een goede selfie? Is het van onder of van boven? Of nee. We hebben een hoekje in de woonkamer. Ja. Daar sta ik altijd met mijn hand tegen de muur aan, omdat daar daglicht vandaan komt. En sta ik altijd met mijn hand, leun ik op de muur en dan maak ik een selfie. Heb je nog iets met je armen of schuin kijken of recht? Op heel veel foto's heb ik echt mijn handje. Dus jij moet dat handje erbij doen? Ja, anders heb ik het gevoel dat ik geen hand heb. Dus dan voel ik me echt zo... Ja, ik weet het niet. En heb je ook een bepaalde filter die je heel vaak gebruikt? Meestal geen filter. Eigenlijk. Geen? Nee. Wow. Dat hoor ik niet even. Vaak. Geen filter? Meestal niet. Hè? Gaat ook niet bijvoorbeeld met Facetune jezelf dunner maken? Ik ben best dun van mezelf, dus dat is niet echt nodig. Nee. Ik zie hier een foto. Heb je meegedaan aan een misverkiezing? Ja, Miss Teen of Zuid-Holland. Oh. En hoe ver ben je gekomen? Ik ben tweede geworden. Oh, wat nice. Goed. Hoe was dat? Ja, wel apart met al die meiden. Onderling waren er wel dingetjes. Jaloezie en zo. Ja. Gingen mensen over elkaar roddelen? Ja, die Sanne is echt lelijk hoor ik dan terug. Want ik denk, maar het was wel een leuke ervaring. Naast jouw hele Instagram feed ben ik ook heel erg benieuwd naar jouw model secrets.
Dan gaan we aan iedere model gaan we dat vragen elke week. Wat is jouw beautygeheim? Veel water drinken. Oh! Ja, dat hydrateert. En ik raad ook aan, als er iets is met je huid, pseudocreme. Oké, pseudocreme. En dat doe je dan een paar keer per dag op voor het slapen? Of ja, alleen voor het slapen. Ik doe eigenlijk niet heel veel. Je hebt gewoon hele goede genen. Ja, en gezond eten wel. Ja, let je ook echt op wat je eet? Ja, vooral mijn moeder let op wat ik eet. Ja? Zij kookt altijd gezond. En alles is light in huis. Light pindakaas, ze koopt zelfs light chips. En als we het over make-up hebben, heb je een bepaald product... Nou, daar kan jij niet zonder. Nee, dat is een hele ruis. Daar kan jij niet zonder. Ja, een beetje poeder. Liever nog dan mascara? Ja. Ik vind mascara altijd zo'n gedoe om eraf te halen in de avond. Ja, dat haat ik. Ja, dat is ook wel echt een rotklus. Make-up eraf halen is echt een gedoe in de avond. En vooral mascara. Ja, en jij hebt de mazzel, dat zie ik al. Jij hebt donkere wimpers. Ik zelf blond, dus ik kan niet zonder mascara. Nee. En ik ben heel benieuwd, wat is jouw beste modellenpose? Als ik een shoot inga, doe ik altijd deze. Weer met die hand, hè? Ja, die hand. Ja, die hand zit er gewoon in. Die hand. Ja. Eigenlijk altijd zo. Ja, of ja, het ligt, er een beetje aan. Kan je hem even voor de camera doen? Ja, nu moet je lachen. Ja, nu is het awkward. Ja, het gaat bij mij ziet het er heel lang uit. Jij lijkt wel niet goed. Ja, ik weet het niet. Gewoon zo. Oh ja, oké. Okay. Ja. Stel dat ik een jasje aan heb, dan hou ik het jasje met één hand beet. En dan, Oh ja, dus dan ga je een beetje kijken wat je met die handen kan doen. Wat ik met mijn handen kan doen. Oké, nou, hè, als je niet weet hoe je moet poseren, gooi die hand erin en dan is het gewoon goed. Nou, daarmee komen we gelijk aan het einde van de video. Yes. Heel erg bedankt dat je er was. Ja, superleuk. Veel succes. En jongens, vergeet je natuurlijk niet te abonneren op Concentrate Velvet. Want er komen zulke toffe video's online met allemaal modellen uit het huis. Dus ga het kijken. En comment natuurlijk even wie jouw favoriet is van alle modellen. En dan zien we je volgende keer. Doei!